allemaal goede avond. Waarom we hier zijn is inderdaad omdat 200 jaar geleden Hendrik Conscience geboren is. Het laatste werk van Conscience, dat postuum is uitgegeven door zijn dochter, heet De Duivel uit het Slangenbos. En het Slangenbos is Soesterbos. Dus tussen die twee passages in het Soesterbos ligt heel het oeuvre van Hendrik Conscience. Hoe heeft Conscience u de Kempen leren kennen? Conscience was in 830 als vrijwilliger in het Belgische leger gegaan. Enfin, het jonge België was in oorlog met het Koninkrijk der Nederlanden. En dus die trokken hier door de Kempen. En daar heeft Conscience vooral de Kempen leren kennen, zeg ik het zelf. Het was insgelijk tijdens de eerste tijd van mijn soldatenleven dat ik de bewoners van de Kempen hun gewoonte en hun eenvoudige, nog uiterst schoon inborst leerde kennen en doorgronden. Belangrijk zijn wel 10 dagen dat Conscience ziek was. Hij was fourier bij het leger, hij zorgde voor bevoorrading en dat soort zaken. Hij werd ziek en werd opgenomen in een arm boerengezin in Balen. Hij was uitgeput, heeft daar 10 dagen verbleven en werd daar goed verzorgd door de dochter des huizes, een zekere Betke. En dat heeft hem heel sterk getekend, want hij is later, heeft hij geprobeerd van die terug te vinden, heeft ze niet teruggevonden. Maar die Betke vinden we later terug als Trien in de Loteling. Daar is daar iedereen is erover eens, die figuur van Trien is eigenlijk een personificatie van Betke uit Balen. Om een beetje vlug te gaan, in 1849 verblijft Conscience een langere tijd hier in de Kempen in het Keizershof in Schilde. Het verhaal gaat dat hij dus op het ogenblik nogal een beetje in de put zat, had aan de politiek meegedaan. En nu is dat soms nogal een beetje hard tegen onzacht, maar toen was het keihard in de politiek gaan. Je werd wassercampagnes en de scheldpartijen, dat kun je nu amper voorstellen. Dus Conscience was een beetje eronder door, was niet verkozen en trok dus om rust te zoeken naar de Kempen. Hij is een 3-tal maanden verbleven. Even teruggaan, dus heeft vanaf die periode 1849 en daar rond, heeft hij heel wat verhalen over de Kempen geschreven. Kende Baas Gansendonck, kent iedereen, gesitueerd volgens het boek in Gust Wezel, maar zeer duidelijk gesitueerd eigenlijk in Schilde. De dochter van Conscience heeft in achteraf duidelijk gezegd dat Baas Gansendonck, Kobe en Lisken enzovoorts, dat was gesitueerd in Schilde. Maar om alle reden, Conscience doet dat meer, heeft een beetje het wat in het ongewisse gelaten, omdat bepaalde figuren te herkenbaar waren en hij een beetje vreesde dat hij last zou krijgen. Dan het verhaal van Rikke Tikke Tak, speelt voor een gedeelte in een smidse in Westmalle. Blinde Rosa, verhaal, ook een Kempisch verhaal, van een soldaat die terugkeert enzovoorts, die dan zijn geliefde zoekt. Daar is een klein verwijzing naar Soesel, naar Sint-Antonius. Het is niet duidelijk, maar in ieder geval, dus, er wordt een herberg beschreven tussen Antwerpen en Turnhout. En zo te zien zou dat wel eens kunnen zijn, herberg de Ploeg ofwel de Kroon in Sint-Antonius, nog altijd niet bewezen. Ook nog een Kempisch verhaal, arme edelman, een beetje meer in het noorden van de provincie, de Boerenkrijg. Daar verwijst hij naar Lichtaard, heet Waldegem in zijn werk. En dan ook het verhaal van de brandende schaapsherder, dat hij situeert op de Molhoven in Rijkenvorsel. En er is een tijd een beetje discussie geweest, dat huis van de Loteling, waar lag dat? Was dat het boshuisje of het grootboshuis? Was dat reëel, dat verhaal? Ik zal daar straks even wat toeken doen. Maar we hebben een getuigenis van een leraar uit Soesel, de heer Peters, een leraar aan het Atheneum van Antwerpen, de klassieke talen. Die schrijft in zijn memoires het volgende. Het huizeke, klein boshuis, huis van Peers sinds enige jaren, huisje van de Loteling, maakt deel uit van het domein van Kouwenberg. Van mijn vader hoorde ik vertellen dat Conscience, als deze op buitenverblijf was in Schilde, verschillende malen over Halle, nevens het klein boshuis, door Soeselbos, langs de hoeve, het Soeselhof, naar Soesel kwam.
in De Bijl bleef logeren en dan sanderendaags langs Soeslos naar Schilder terug te keren. Van mijn vader, die in De Bijl woonde in die tijd, hoorde ik vertellen dat het klein boshuis het huisje van de loteling was. Wat jaren later komt hij weer eens een keer in het Soeslos met een heel hoop vrienden. Mensen uit literaire kringen in Antwerpen. Onder andere, hij was samen met Jan van Weersen, dichter. En die vertelt over die reis naar het Soeslos met de kunstvrienden van Conscience. De dochter van Conscience vertelt in de geschiedenis van de memoires van haar vader, enige bladzijde de geschiedenis van mijns vaders, dat dus Van Beers en Conscience tezamen met pak en zak op de rug een korte voetreis in de omstreek van Antwerpen maakten. Ze waren in het Soeslos gekomen en daar verdwaald. Dit bos was vol verzekering van Beers, op dit tijdstip door dieven en struikrovers bewoond. Op zeker moment ontwaren ze door de struiken een gewemel van mensen tegen een klein huisje. En daar werd viool gespeeld en er werd gedanst. Uiteindelijk, volgens Van Beers, waren dat dieven of struikrovers. En ze kregen wel wat te drinken, maar aan het feest mochten ze niet deelnemen. En het verhaal gaat verder dat op zeker ogenblik beginnen de bruiloftsgasten, was een bruiloft, het Loze Visserje te zingen. Het is winter als het regent. En in het wonderjaar heeft Conscience verteld dat dat eigenlijk het lied was van de bende van het Soeslos. Dus zij waren overtuigd dat ze inderdaad in een bruiloftsfeest van de roversbende van het Soeslos terechtgekomen waren. Maar toen ze het liedje begonnen te zingen, dus van het Des Winds als het regent, dan zei Van Beers tegen een van de leiders van die kermis, ja, dat van de auteur of de zanger van dat lied destijds, Conscience, dat hij zijn kameraad was. En dan is een heel plezante passage in dat boek van de dochter. Hij zegt, hoe, kameraad, ken jij dat liedje? Het is van meneer Michiaans, die het gemaakt heeft. En het staat in het boek van de Geuze. Jazeker, bevestigde Van Beers, ik ken dit liedje. En zich tot een rover neigende, voegde daar zacht aan toe. En ik ken meneer Michiaans ook. Zie, hij zit daar op de bank, nevens mij. Wat riep die struikrover? Is dat meneer Michiaans? Zet jij te schrijven aan het boek der Geuzen? Het wonderjaar. Deze glimlachte en knikte ja met het hoofd. De hele bende stond recht, kwam nieuwsgierig mijn vader bezichtigen. Men gaf hem de hand en riep naar binnen. Janske, Janske, haal gauw de frikadellen en de rijspap. Meneer Michiaans en zijn vriend hebben honger. En het verhaal gaat verder, dus dat ze inderdaad opgenomen werden. En dat niet had die meneer Michiaans, dat hij Conscience was. Goed, dan komen we aan het eerste werk van Conscience dat hier in het Soeslos speelt. Dat is het Wonderjaar. En het gaat als volgt. Het is een beetje een dialect. Hervé heeft dat heel goed opgetekend, ondanks dat hij West-Vlaming is. De bende van het Soeslos, dat was als ons land aan Spanje was. Een zekere Wolfgang van Reti, vreemd en maske, dat alleen dat heette. Een rijke heer van Brussel had een grote jacht in Reti. En op een keer was hem zo wijd verlopen dat hem bij een boer kwam. En die heer kreeg veel zin op Helena die bij die boer woonde. De heer wou die voor hemzelf pakken, maar dat maske Helena wou hem niet weten. Ze bleef trouw. Op zekere keer kwam die Helena schaken. Wolfgang vroeg geld aan zijn vader en hij ging naar Brussel om die heer af te spioneren. Op de oevers van de Zenne zag hem de heer zitten. En Wolfgang schoot hem dood. Dan verstak Wolfgang zijn eigen in het Soeslos. En door den duur wierden dat er twee, drie, vier, alleen een heel bende. Met een grote opstand in Antwerpen gingen ze de bende van het Soeslos halen. Maar van die opstand is niks gebeurd. Wolfgang is in Antwerpen gebleven en dan weer terug naar een roversholle in het Soeslos. Er wordt verteld hoe dat op zeker moment de man die gestuurd werd vanuit Antwerpen om versterking te vragen hier in het Soeslos bij de bende, hoe dat die in het Soeslos binnenkwam.
Hij was het dorp Schilde verre voorbij en bereikte juist het grondgebied van Soersel, wanneer een lichtende bliksem over de toppen der bomen rees en een brullende donderslag de zwarte wolken openscheurde. De wind joeg de regen schuins met geweld voort. Het water leekte bij beken van de reiziger, de kleren van de reiziger. De wegen werden bijna onbruikbaar. En dan klopte hij aan bij een huisje tegen het Soersel bos. Wie klopt daar, werd er gevraagd. Een reiziger die verzoekt voor het onweer te bergen, antwoordde Lodewijk. Dat was de naam van de man die uitgestuurd werd. Welkom, meneer, sprak de man. Kom binnen. Dus Lodewijk gaf zijn paard aan de landman, trad de woning binnen en hij zag dat het huisgezin met 4 kleine kinderen voor een lieve vrouwbeeld geknield zat te bidden. Daarna vraagt Lodewijk de weg naar het Soersel bos, hoe hij die bende kan vinden. Zeg mij, vroeg hij, toen hij zag dat het maar weinig meer regende, waar is toch het Soersel bos gelegen? Het Soersel bos, riep de landman verbaasd. Alsof hij het niet verstond, wilt je daar naartoe? Heden moet ik daar nog zijn, antwoordde de jongeling. De verschrikte man legde de hand op de schouder om met meer nadruk aan zijn woorden te geven. Jonker, sprak hij, de dood wacht u in het Soeselbos. Waarom, vroeg Lodewijk? Wel, heer, antwoordde de landman. Hoe gelukkig acht ik mij dat gij mij daarvan gesproken hebt. Nu kan ik u toch van een zekere dood bevrijden. Weet dat Wolfgang, een man die schrik en moord met zich sleept, dat bos bewoont en dat geen mens daarin getreden zijn roekeloosheid niet met de dood betaald heeft. Eergisteren nog eens een reiziger, jong en moedig als gij, bij het bos gevonden. 20 dolksteken hadden hem het hart doorboord. Zo gij mij in een gunst bewijzen wil, luister naar mijn wijze woorden, keer terug, of we zouden bittere tranen over uw lijk te storten hebben. Enfin, hij gaat toch het bos in en zegt ja, en hij vraagt aan die landman waar leidt deze weg naartoe. Het is weinige jaren geleden, antwoordde de landman, dat hij in het bos gehakt is. Doch nu wordt deze baan verzuimd alleen door rovers en kwaaddoeners bewandeld. Sedert het begin der onstuimige jaren, toen in Antwerpen geen timmerhout meer nodig was, is dat hier stilgevallen. Toen kwam hij bij een plaats aan en ze zagen een stenen kruis staan en daar stond op, hier is Jan van Herk dierlijk vermoord op Sint-Gertrudisdagen in het jaar 1521, bid voor die ziel. Na een groot half uur door de bomen en heesters gedrongen te zijn, kwamen ze uiteindelijk bij de legerplaats van Wolfgang en zijn makkers. Het was een grote open plek, langs alle kanten dicht met een duister bos. In het midden van die plek stond een grote hut van hout en klei samengevoegd en 5 kleine hutten voor de andere rovers. Dus toen ze aangekomen waren, gebeurt het gesprek met Wolfgang om te vragen dat ze mee willen komen vechten in Antwerpen. Dus dat is zo'n beetje het eerste kennismaking van Conscience met Soeselbos. Hij beschrijft het Soeselbos als onherbergzaam, achter elke struik minstens 1 struikrover en zeer gevaarlijk. Dan, kort daarna, reeds in 1845, schrijft hij een tweede werk dat eigenlijk ook in Soersel te situeren is. Dat is Graaf Hugo van Kraanhoven. Dat speelt ook weer in de middeleeuwen, 1360, zegt Conscience. En hij zegt, er lag een groot bos tussen Weinigem en Zandhoven, op 3 uur gaans van Antwerpen. Enfin, een beetje in de tekst komt er wel duidelijk uit dat het Soerselbos is. Hij beschrijft het dan, de eik, de noorder bosgod, schoot er zijn trotse kruin ten hemel. Het getrouwe eiloof, dat is klimop, klom en daalde in liefde kransen rond zijn ruwe stam. Terwijl de geurige bloemtuilen van het geitenblad zijn een brede voet als met een gouden bekleedsel versierde. Kinder, eenerzelfde moeder, groeide daar insgelijk de beuk met zijn glanzende blaren, de berk met zijn zilveren stam, de klettere abeel en de tengere wulf, een wulg met zijn hangende loof als een treurende maagd over de waterplassen. Het verhaal is het volgende. Dus die graaf Hugo van Kraanhoven, die woonde ergens in de buurt van Deurne en die had een gevecht gehad met zijn broer. En hij vermoedde dat in dat gevecht hij zijn broer gedood had.
En hij vluchtte weg uit Deurne richting Soesterbos. En daar verbleef hij jaren aan een stuk. En hij was een beetje verwilderd en de mensen noemden hem een weerwolf. Iemand die s'nachts al wat dingen uithaalde en zich omvormde in een wolf. Hij leert daar op zeker ogenblik een jonge schaapherder kennen, die op de heide rond het Soesterbos schapen hoedde. En hij krijgt er een beetje vriendschap mee. En ook de weerwolf, graaf Hugo van Kraanhoven, leert die jonge schaapherder lezen. Geleidelijk aan komt hij ook het verhaal te weten waarom de weerwolf in het Soesterbos zit. Omdat hij inderdaad op vlucht was voor het gerecht, omdat hij zijn broer zou vermoord hebben. Na een tijdje ontdekt de schrandere jonge herder dat inderdaad die broer van Hugo van Kraanhoven nog leeft. Hij deelt dat mee aan de weerwolf, Hugo van Kraanhoven. En inderdaad, hij is zo tevreden en hij trekt terug naar Deurne om zich te verzoenen met zijn broer. En dan geen happy end, want de twee vallen elkaar in de armen en van ontroering vallen ze allebei dood. En dan komen we natuurlijk aan het werk dat nauw met Soesel verbonden is, de loteling. Het verhaal is gekend, moet ik hier niet meer vertellen, hier in Soesel. Was dat nu echt een bestaande figuur? Was dat Jan Braams, zoals zij dus in de loteling heet? Of was dat toch maar een naam die niet overeenkwam met, het figuur, met de figuur? Het is duidelijk dat Conscience het verhaal de loteling situeert in Soesel, nabij het Soeselbos. In het manuscript stond eerst nevens het Soeselbos, in de gedrukte versie staat niet verre van. Ziet, Conscience is een literator en die alliteratie kwam veel mooier uit, dus niet verre van. En je krijgt dan een discussie, er is over de plaats van het huis van de loteling, tussen het groot boshuis en het klein boshuis. Dat groot boshuis, dat is eigenlijk in picture gekomen in de jaren 1930, 1935. Toen zeker Gustaaf Segers van Hoogstraten meende dat het groot boshuis het huis van de loteling was. Dat steunt op zeer weinig, ik ga niet in details treden, maar dat is niet houdbaar. Maar een tweede zaak is, de loteling, was dat nu een bestaande figuur, was een romanfiguur? Jan Braams was het zeker niet, want in het manuscript heeft Conscience de eerste naam die hij daar gezet had, een zekere Stotings, steeds doorgehaald en verlangen door Braams. In de lotelingenboeken van gemeente Soersel is in die periode nergens een Braams te vinden, nog een Stotings. Het was zeer duidelijk dat die figuur van de loteling geen historisch figuur was. Het was vooral, laat ons zeggen, een beetje wat hij in zijn eigen legerdienst meegemaakt had, dat hij erin verwerkt heeft. Hij is ook de Kempen doorgetrokken met het leger naar Venlo enzovoort, met grote parallellen met wat er in de loteling staat. Dus de loteling, Jan, is eigenlijk een beetje de personificatie van Conscience, die zijn herinneringen uit zijn eigen legertijd daar in die figuur stopt. Straks al verteld dat Betke Trien, dat inderdaad de figuur was van Betke uit Balen, die hij tijdens zijn legerdienst had leren kennen en waar hij een korte verliefdheid meemaakte. En is nog meer bewijzen dat de loteling, het huisje van de loteling, waar het situeert, dat het boshuisje was. Dus in vroeger ging er een uitgang voort aan het boshuis, dat nu in het bezoekerscentrum hangt. En daar stond op, dat is een uitgang voort van de jaren 334. Hier speelde de roman van de loteling van Hendrik Conscience. Twee dingen is belangrijk, hier speelde, het is dus lokalisatie, de locatie. De roman, het is een roman, het is geen echt gebeurd verhaal. Dus dat was inderdaad nog redelijk correct. Maar dan krijg je enkele jaren later, de Vlaamse Toeristenbond, bij de opening van het Siederspad, brengen daar een gedenksteen aan in het boshuisje waarop staat, hier vertelde de loteling zijn geschiedenis en reconciliatie.
Maar goed, dat verhaal is blijven voortleven. En ja, het is een heel hardnekkig verhaal dat inderdaad daar de loteling woonde. Zelfs werden verhalen verteld dat Fons en Melle of Melle en of Fons kleinkinderen waren of zelfs kinderen van de loteling. Maar in ieder geval, het boshuisje, daar heeft Conscience zijn, een van zijn beste werken, de loteling, gesitueerd. En om te bewijzen dat die mythe, die legende, pas in de jaren 30 ontstaan is, heb ik een getuigenis van Eugène de Bock. En Eugène de Bock zegt, in 1973, we fotografeerden natuurlijk een bekende, maar misschien ten onrechte zogenoemde huisje van de lotelingen in Soesel. Ik heb met Eugène de Bock gesproken, ook in de jaren, tweede helft van de jaren 70. En hij zei, toen we eraan kwamen, aan dat boshuisje, in 1912, de mensen wisten eigenlijk van niets. Toen we dat verhaal vertelden, mensen geloven dat niet, kenden dat niet. Dus een bewijs vanuit eerste hand dat de loteling daar niet gewoond had, geen echt figuur was, geen historisch figuur, maar inderdaad een romanfiguur. Eugène de Bock is zeer oud geworden en daarmee heb ik hem nog kunnen spreken, inderdaad een getuigenis kunnen opvragen van 1912. Nog een bewijsje te meer dat Conscience dus zijn verhaal een fictief verhaal is. Aan de andere kant, de loteling is nogal bekend als zijnde een van de betere werken van Conscience. Alom gekend is het fameuze beschrijving van het onweer op de heide. Ik ga er een stukje uit voorlezen. Het is natuurlijk een beetje in de stijl van die tijd, zo'n beetje wat, voor ons wat ouderwets, maar toch. Voilà, hij zegt, het is iets wonderbaars, dikwijls iets ontzaglijks, in een hete zomer op een vlakte te zijn, wanneer tegen een onbegrensde hemel de bliksemzwangere dampen langzaam tot orkaanwolken samenronnen. Men zou zeggen dat een doodse angst de natuur plotseling komt bevangen. De zon verbleekt en schijnt met flauwe schemer. De lucht wordt stikkend en wrengt de borst des mensen. De dieren vluchten en verduiken zich met benauwdheid. De bijen schieten als pijlen door de ruimte om hun korven te bereiken. Het loof der bomen ruist. De wind houdt zijn adem op. De kleine kruiden sluiten hun bloemkelken en bladen toe in ontzaglijke stille wacht. In ontzaglijke stilte wacht alles. Maar helaas beginnen de wolken zwoegend door elkaar te drijven. Wat urenlang hinder in de stilte hangen bleef, komt nu in de woeste vaart aangestormd. De orkaan loeit en brult, als werd het door Gods hand met machtige slagen voortgezweept. Het ontrukt de naste bossen een geheimzinnig gehuil van pijn. Het doet wolken, zand en blaren als draaikolken in de hoogte stijgen. Breekt en ontwortelt het eenzame gewoonte. Dan eerst komt de donder met zijn machtige stem al de geruchten overheersen. De bliksem schiet zijn vlammende schichten door het ruim. De heide schijnt te branden. Vurige slangen doorwaden haar schoot. Stromen waters storten op de aarde en op het geloei van de orkaan volgt een intonie droef gekletter van de vallende regen. Dat is eerlijk gezegd voor iemand die toch ja, Franssprekend was en het Nederlands aangeleerd heeft, toch een heel mooie beschrijving van een onweer op de heide. Is een van de, laten we zeggen, de 19e literatuur hier in Vlaanderen, een van de verplichte passages. Conscience was toen al redelijk goed bekend. Werken van Conscience werden al vlug vertaald in allerlei talen. De loteling, begin 50, einde 90, begin 50 gepubliceerd, werd al vertaald in het Frans en het Duits het jaar erop. En dan krijgen we het verhaal van het fameuze plagiaat van Alexander Dumas, vader, die de loteling zou geplagieerd hebben. Dus Alexander Dumas publiceert in 1851 een werk, Dieu et le Diable. Dat is een plagiaat, grotendeels, van de loteling. Niet helemaal, maar er zijn hoofdstukken die helemaal hetzelfde zijn als de loteling. Het gaat ook over twee huizen, twee huttekes, die ergens wel in Frankrijk staan. En dan ook, het gaat wel over de tijd van Napoleon, wat vroeger,
dan Conscience zijn loteling situeert. En ook die loteling, die Franse loteling, die wordt ook ziek in het leger, wordt ook blind. Ook zijn Mariette, dat was de Franse Trien, hè, dus Mariette gaat ook haar verloofde opzoeken in de kazerne, komt in de kamer van de blinde, allemaal in de loting juist hetzelfde, spreekt met de hoofdverpleger, komt de vrouw van de geneesheer majoor tegen en die krijgt gedaan dat die loteling naar huis mag gaan. Dumas heeft dat inderdaad ook heel grif toegegeven, dat hij dat gedaan had. Want hij had in 1851, logeerde hij in Brussel. Hij was op de vlucht voor deurwaarders die hem achter zijn veren zaten wegens ja, niet betaalde schulden. En daar heeft hij dus de eerste vertaling van de loteling gelezen. En inderdaad heeft hij dat gebruikt voor zijn Dieu le diable. Hij was in die zin niet zo bozaardig, Conscience ook niet. Ze hebben een akkoordje gesloten. De tweede editie van Dieu le diable heette Conscience l'innocent. En er werd ineens de loteling heette daar dan Conscience. En ook heeft hij ervoor gezorgd dat de loteling, toen hij terug in Frankrijk was en zijn schuldeisers gekalmeerd waren, dat hij de loteling heeft laten vertalen een tweede keer en dat gepubliceerd heeft in een van zijn tijdschriften, Le Mousquetaire. En het is daardoor dat in de loteling inderdaad in Frankrijk ook erg bekend geraakt is. Dat was bij de uitgeverij Lévy, Le Frère Lévy. Hij heeft daar in de volgende jaren heeft die uitgeverij de verzamelde werken van Conscience uitgegeven, 60 deeltjes. En dan ook in een vijftal, zestal delen heel goed verzorgd, dus in het Frans. Dat heel kort over de loteling. Het laatste Zoersterse verhaal of werk van Conscience is De duivel uit het slangenbos. In dat verhaal van het slangenbos komen heel wat passages in die enorm interessant zijn en die historisch kloppen tot en met. Hij vertelt op zeker ogenblik dat de notaris samen met zijn klerk en baron van Lauwenhoven het Zoersterse bos gaan bezoeken om te bekijken hoe het erbij gelegen is. Baron van Lauwenhoven was eigenaar van het Zoersterse bos, het is duidelijk baron Klaas. Hij zegt, de notaris, dat hij het bos geërfd had van zijn oom en dat zijn oom eigenlijk de boel wat verwaarloosd had. Eigenlijk was het de moeder, maar ja, Constance heeft er de oom van gemaakt, want dat verhaal is gekend, dat jonker Klaas dus het Zoersterse bos onder zijn bevoegdheid kreeg en daar inderdaad allerlei werken liet uitvoeren en het bos een beetje terug wat in orde maakte. En dat verhaal is niet gepubliceerd, het is een manuscript. Hij zegt, de heer baron wil dat slangenbos bezichtigen. Hij had hem stellig verzekerd dat zijn oude oom in zaken bosbeheer weinig verstand had getoond en daardoor een aanzienlijk gedeelte zijn inkomsten had laten verloren gaan. De baron was weinig spraakzaam. Uit zijn zeldzame woorden bleek dat hij doordrongen was van de gedachte dat zijn oom zaliger zijn belang had verwaarloosd en er uit het slangenbos oneindig meer goed kon getrokken worden. Het was de notaris echter niet moeilijk deze vooringenomenheid te bestrijden. Inderdaad, de ondergrond was hier niet al te best. Men had dus alle redenen gehad om de bomen oud te laten worden, want zodoende had de vorige eigenaar voor zijn erfgename een grote rijkdom opgehoopt. Eindelijk kwamen ze op de woeste gedeelte van het bos, in het midden van het slangenbos, in de nabijheid van de spokenpoelen. Hier was inderdaad geen het minste spoor van een gebaand pad te ontwaren. Het gezelschap zag zich verplicht door de hoge heide te dringen of elk ogenblik terzijde te keren om de doornige bramen te ontwijken. De verbetenheid deze uitgestrekte vlakte scheen de baron een bewijs van grote verzuimenis en hij betuigde daarover zijn ontevredenheid. De notaris poogde hem te doen verstaan dat hier de grond buitengewoon slecht was. Geheel uit magere, ondoordringbare kiezel bestond op een laag van half verteerd versteend zand. Er zitten nog heel wat meer dingen in dat manuscript
over het Soeselse Bos. Maar dat vind ik dan een belangrijke passage om te laten zien dat Conscience het Soeselse Bos zeer, zeer goed kende. En ook daar weer schildert Conscience het Soeselse Bos als zijnde ondoordringbaar, gevaarlijk enzovoort. Even nog een klein citaat. Hij zegt, men ziet er 's nachts stallichten, witte geraamte van dode mensen. IJselijke zwarte beesten die niemand kent. En men hoort er nu en dan een vervaarlijk gehuil, niet van mensen of van dieren, maar van. Ach, ik krijg er kiekenvlees van, terwijl ik het u vertel. Voilà, dat was zo'n beetje wat Conscience hier in Soesel opgedaan heeft en wat hem inspiratie gegeven heeft. En om te besluiten, geef ik een citaat van niet de eerste, de beste, die goede dingen over de loting zegt. Het is Vincent van Gogh, ondertussen een wereldberoemd schilder, toen nog niet. Schrijft in een brief aan zijn broer Theo. Ik heb het vertaald uit het Frans, want van Gogh schreef met zijn broer meestal in het Frans. Hij zegt, niet lang geleden, het was in Arles, las ik, ik weet niet meer juist welk werk van Hendrik Conscience. Toegegeven, ze zijn voornamelijk sentimenteel, die boeren. Maar van impressionisme gesproken, weet je dat je daarin landschapsbeschrijvingen vindt met kleurentoetsen die perfect zijn, juist, gevoelig en van een eerstklassige oorspronkelijkheid. En zo is het steeds. Ach, mijn beste broer, die Kempische heide, dat was me toch wat. Dank u.